Verhalen zijn heel kort door de bocht gesteld een manier om iets te zeggen over hoe wij de werkelijkheid ervaren. Dat kan op een hele realistische wijze, maar ook via spannende verhalen of zelfs via fantasy. En die werkelijkheid zit er niet zozeer in de verhaallijn of in de personages, maar meer in de details, in de beschrijving. Hoe zien en hoe ervaren de personages de wereld? Op basis van alle verhalen die geschreven worden, maar ook die gemaakt worden voor een tv of een streamingdienst, zou iets kunnen zeggen over onze wereld, over onze verlangens, over onze angsten of simpelweg over technologische ontwikkelingen. Een buitenaardse intelligentie zou, ook als wij er straks niet meer zijn, op basis van onze literatuur, films en series iets te weten kunnen komen over wat wij deden en waar we ons druk om maakten. Op vergelijkbare wijze interpreteren wij dan ook teksten uit het verleden. Maar het blijft natuurlijk een interpretatie, want die verhalen zijn natuurlijk niet hetzelfde als ons dagelijks leven. Ze zijn eerder een lachspiegel waarin kleine elementen worden uitvergroot. En die kapot is, want er zitten behoorlijk wat gaten in. Als een buitenaardse levensvorm zou willen weten hoe vaak en hoe lang we naar de wc gaan, dan heeft hij natuurlijk niets aan al die verhalen. Dat stukje richting het toilet wordt vaak overgeslagen, behalve als een personage problemen met zijn stoelgang heeft. Het beschrijven van dagen waarbij personages 6 keer naar de wc gaan is voor de schrijver en de lezer gewoonweg niet zo interessant. Het is niet iets waar we ons druk om maken, het hoort er gewoonweg bij. Voor de smartphone lijkt ongeveer dezelfde desinteresse te gelden, maar bij het appen in de literatuur is er ook nog iets anders aan de hand. Het levert namelijk problemen op. Evan Pushek van het YouTube-kanaal The Nerdwriter analyseerde onlangs hoe vaak er een smartphone werd gebruikt in 8 grote blockbusterfilms van het afgelopen jaar. En dat was erg weinig. Hij kwam tot 16 telefoontjes, waarbij de meeste werden gebruikt om te telefoneren en maar eentje om het nieuws te checken. Zijn conclusie is dat die grote populaire films een vorm van escapisme zijn, oftewel het ontvluchten van de realiteit, waardoor er geen ruimte is voor alledaagse handelingen zoals het versturen van berichtjes via sociale media. Uiteraard biedt film, maar ook literatuur een vorm van escapisme, waarbij het fijn is dat je even over de schouder meekijkt van iemand die zich over heel andere dingen druk maakt of die bijzondere dingen meemaakt. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Het komt als het ware overeen met het wc-argument. En ik zie zelfs een combinatie. Je ziet James Bond nooit even 10 minuten voor zichzelf hebben op de wc, waarbij hij dan de leukste kattenfilmpjes van dat moment bekijkt. Maar ik denk dat wat betreft de afwezigheid van een smartphone er een andere, misschien wel belangrijkere reden is. En daarvoor moeten we even naar de taalwetenschap. Berichten versturen via je telefoon is wat taalwetenschappers een taalhandeling noemen. Een performatieve daad. Je performt iets. Je communiceert een boodschap en je wilt daar ook iets mee bereiken. De pragmatiek spreekt dan over locutie, illocutie en perlocutie. Ik wil daar niet al te uitgebreid op ingaan, maar om het een beetje uit te leggen, een simpel voorbeeld. Je bent op de fiets onderweg naar huis, het onweert gigantisch en na een barre tocht kom je uiteindelijk thuis en je zet het volgende bericht op Twitter. Ik ben zojuist 5 keer geflitst onderweg. Hashtag onweer. De locutie van deze zin zijn de woorden en de tekens zelf, datgene wat je kunt lezen. De illocutie is de handeling, oftewel de mededeling dat je door het onweer bent gegaan. De perlocutie is het effect dat je met je mededeling probeert te bereiken en dat is hier meerledig. Ten eerste hoop je dat mensen je grapje van het ambiguë flitsen kunnen waarderen en dat ze je bericht gaan liken, retweeten of misschien zelfs erop reageren. Je merkt het al, sociale media zijn per definitie gestoeld op die perlocutie, op het effect. Elke mededeling is bedoeld om zoveel mogelijk reacties of likes te krijgen. At real Donald Trump writes, just tried watching Saturday Night Live, unwatchable. Totally biased, not funny, and the Baldwin impersonation just can't get any worse. Sad. Terug naar de verhalen en de smartphone. Je zou kunnen stellen dat appjes en de berichten op sociale media heel erg geschikt zijn om te gebruiken in verhalen, door die performatieve daad. We willen iets van een ander of we willen de ander ergens toe bewegen. En dat is zo'n beetje het uitgangspunt van elk verhaal. En dat zo'n talig communicatiemiddel heel goed kan werken, dat zien we aan de populariteit van de brief in verhalen. Denk maar aan Sarah Burghardt, een van de eerste Nederlandse romans die volledig is opgebouwd uit brieven. En het gebruik van brieven in literatuur biedt mogelijkheden. Ze kunnen kwijtraken, te laat aankomen of gewoonweg niet verstuurd worden. Denk ook even aan de jeugdklassieke Brief voor de Koning van Tonke Dracht. Een brief die niemand mag lezen, behalve de koning. Allemaal verhalen die gebruik maken van de taalhandeling die zo'n brief is. En dan met name de perlocutie. De belang van het lezen van de boodschap, zodat er iets wordt gecommuniceerd. Een bijzonder voorbeeld vind ik een fragment uit Eline Veren van Louis Couperus. Sowieso een boek vol met brieven. En dit fragment maakt gebruik van de spanning tussen het versturen en het ontvangen van een brief. Hoofdpersoon Eline heeft zojuist een brief verstuurd aan haar geliefde Otto.
om het uit te maken. Ze heeft de knecht Gerard gevraagd om de brief te posten. En hoewel ze weet dat de briefbus pas de volgende ochtend zal worden gelicht en Otto de brief nog lang niet zal lezen, is er voor Eline al iets wezenlijks veranderd. En opeens, als ontwaakte zij uit een nachtmerrie, besefte zij wat ze gedaan had. Een onherroepelijke daad. Ze voelde nu haar hele lichaam als in koord sidderen en haar vingers, haar lippen trilden. Morgen, morgen in de ochtend, zou Otto de brief krijgen. Die brief. O God, het mocht niet, het kon niet zijn. Het was haar geluk dat zij met de beide handen van zich geslingerd had, omdat de rust van dat geluk haar verveeld had. Het was haar geluk dat ze nooit meer herwinnen kon. Ze vertelt haar zus Betsy wat ze heeft gedaan, die vervolgens haar man Henk erbij haalt, waardoor het alleen nog maar meer definitief wordt. Terwijl de arme Otto nog van niets weet. De brief is nog niet gelezen, dus de taalhandeling is nog niet afgerond. En dat maakt het versturen van brieven in literatuur zo'n sterk element. Tegenwoordig gaat het nog maar om minuten of appjes wel of niet worden gelezen. Maar het principe blijft natuurlijk hetzelfde. Er is kortom geen reden om aan te nemen waarom het gebruik van smartphones voor het versturen van berichten een probleem zou moeten zijn in literatuur. Sterker nog, er zijn genoeg boeken, maar ook films waarin dit voorkomt. Het probleem met de smartphone is in eerste instantie dan ook een praktische. Hoe geef je het weer? Om een verschil aan te kunnen geven, wil ik daarom eerst kijken naar hoe een brief wordt weergegeven in films en literatuur. Als een personage in een film een brief ontvangt, dan wordt deze vaak voorgelezen. Je hoort dan een voice-over, terwijl de ontvanger de brief aan het lezen is. I couldn't sleep last night because I know that it's over between us. Of je krijgt anachronistische beelden te zien waarbij de schrijver de brief aan het schrijven is, of waarbij de plannen of de gebeurtenissen die in de brief worden beschreven worden weergegeven. Locutie, illocutie en perlocutie worden als het ware samengevoegd tot één moment. In de literatuur gaat dit vaak veel makkelijker, want als schrijver kun je de brief natuurlijk gewoon weergeven, waardoor je als lezer van het boek de brief gewoon zelf kunt lezen. Dan nu de smartphone. Al voordat deze waren, waren er natuurlijk telefoons waarmee je sms'jes kon versturen. En al sindsdien kiezen filmmakers er vaak voor om het bericht gewoon weer te geven terwijl de ontvanger op zijn telefoon kijkt. Esthetisch gezien is dat vaak niet heel erg mooi en je krijgt dilemma's hoe lang je zo'n bericht in beeld moet houden. En het haalt het tempo uit de cinematografie. Yes. In boeken is er ook een weergaveprobleem, maar daar ligt het iets anders. Vaak kiezen schrijvers en uitgevers ervoor om de berichten weer te geven in ballonnen, zoals je dat kent van WhatsApp. Maar dat neemt veel ruimte in, dus zonder van het papier en het leest niet zo prettig. Wat opvalt is dat dit soort appjes hele gerichte taalhandelingen zijn. Het zijn opdrachten, mededelingen of inzichten die een personage heeft opgedaan en wil meegeven aan een ander personage. Je zult dus niet zo snel hele triviale flauwigheden in boeken zien waaruit het dagelijkse appverkeer in grote mate juist wel bestaat. Het is ook niet verwonderlijk dat zo'n pagina met appberichten vooral voorkomt in jeugdboeken en dat ze daar ook het meest realistisch zijn. Maar voor vele auteurs gaat het vaak alleen maar om het weergeven van een geheime boodschap of een paniekerige mededeling. Maar waar het lezen van een brief in een roman in grote lijnen overeenkomt met het lezen van een echte brief, dan komt het lezen van naast elkaar geplaatst opeenvolgende berichtjes op een pagina natuurlijk helemaal niet overeen met de ervaring die we hebben bij het lezen van appjes die om de haverklap en onregelmatig binnenkomen. En daar zit dan wellicht een probleem, of in ieder geval de reden voor schrijvers om spaarzaam gebruik te maken van de smartphone in literatuur. Het gebruik ervan is alledaags, maar die alledaagsheid zit het wezenlijke van verhalen in de weg. Het is te triviaal. Wel zou de smartphone, een echte, een rol kunnen spelen bij het lezen van een boek. Een mogelijke optie. In het verleden is regelmatig geprobeerd om verhalen interactief te maken. Onlangs kwam Netflix nog met de film Bandersnatch, waarbij je als kijker tot op zekere hoogte bepaalt welke keuzes de hoofdpersoon maakt. In de literatuur is dat via hyperteksten wel eens geprobeerd, maar interactieve verhalen lijken bijna haaks te staan op een fijne lezerservaring. Voor interactiviteit kun je beter gaan gamen. What the fuck am I shooting at? I can't fucking believe it! Maar we kunnen het natuurlijk ook omdraaien. Verhalen waarbij je om de haverklap berichten op je telefoon krijgt die de hoofdpersoon ook krijgt. Berichten die als aanvulling op het verhaal fungeren. Technisch lijkt me dat niet heel ingewikkeld. En het voordeel voor de maker is dat hij niet meer heel suf de berichten op een pagina hoeft weer te geven. En dat de snelheid van het binnenkomen van de berichten kan worden nagebootst. Het zou een meerwaarde kunnen zijn voor jeugdboeken en thrillers die in de ik-vorm zijn geschreven. En dit raakt aan een ander fenomeen, de groepschat. En die ben ik nog nooit tegengekomen in een boek, want dat is ook logisch. Want de snelheid waarmee berichten tegelijkertijd binnen kunnen komen in zo'n groep, en het moment dat je even wacht omdat iemand anders nog aan het typen is, is natuurlijk geen optie voor een schrijver. En die ervaring zul je dus ook nooit kunnen deduceren uit onze verhalen. Maar zo erg is dat helemaal niet. Die snelheid en chaotische communicatievorm van de groepschat heeft namelijk al een eeuwenoude voorganger. Een gesprek met meerdere mensen tegelijk.
That was a real question. That was super real. All these men and people. Een familietafel waar mensen zitten die door elkaar heen praten. Ruziënde collega's die elkaar dingen toeroepen of schreeuwende stelletjes. Ook die communicatievorm kun je niet evenaren door simpelweg de uitspraken onder elkaar op een bladzijde te zetten. You in a trap. Yes. You in a trap. Me, Jesus Frank Christ. Maar het mooie is dat dat ook niet de manier is om zo'n gesprek te vangen. Een schrijver kan de situatie zo beschrijven dat je zelf het geschil hoort of de rommelige discussie in je oren laat resoneren. Het is een probleem dat er niet is en juist mogelijkheden biedt. En wellicht geldt dat ook voor onze smartphone.